Welkom bij de wekelijkse Bijbelstudie. Ik ben Jonathan Rekker en vandaag ben ik hier met Valerie Guldenmeester. Welkom Valerie. Dankjewel. En vandaag gaan we weer een nieuwe les behandelen. En de 10e les alweer. En die les heet het strijdplan. Maar voordat we de les gaan behandelen, gaan we eerst in gebed en vragen we een zegen voor Gods leiding. Lieve Hemelse Vader, we komen voor de troon uw genade te danken dat we weer samen kunnen komen om in uw woord te studeren. Dank u wel dat u ons zoveel informatie heeft gegeven. Waardoor we kunnen zien wat uw plan met ons is, Heer. Dank u wel dat u ons het voorrecht heeft gegeven dat we inzage hebben in uw plan. In uw plan wat u met ons allemaal heeft. Wilt u ons alsjeblieft helpen, Heer, om sterk te blijven met uw hulp. Om voorwaarts te gaan en om samen te strijden. Zodat het plan wat u voor ons heeft gemaakt behaald kan worden. We vragen dit alles niet omdat we verdiend hebben, maar uit genade. En in de naam van Jezus. Amen. Amen. Goed, het strijdplan. Ja, wat is dat eigenlijk, een strijdplan? Ja, dat is een plan wat gemaakt wordt als er een oorlog gevoerd gaat worden, of een strijd. En je kan natuurlijk niet zomaar als losgeslagen soldaten om je heen gaan rennen en op pad gaan. Je moet echt een strategie gaan bedenken. Je moet een plan bedenken, zodat je een overwinning kunt behalen. Want zonder dat lukt het sowieso niet. Precies, en dat is eigenlijk ook het doel van een strijdplan, is om een manier te vinden waardoor je de overwinning kan behalen. Ja. En wat is daar... misschien wil je de inleiding lezen. Nu ziet het oog van de heiland in de toekomst. Hij ziet de uitgestrekte gebieden waarin de discipelen na zijn dood van hem moeten getuigen. Zijn profetische blik ziet de ervaringen van zijn dienstknechten door de eeuwen heen, tot hij zal wederkomen. Hij toont zijn volgelingen welke strijd ze zullen ontmoeten. Hij openbaart de aard en het plan van de strijd. Hij toont hen de gevaren waarmee ze te maken zullen hebben en de zelfverloochening die zij moeten opbrengen. Hij wil dat zij eerst de kosten berekenen, zodat de vijand hen niet onverwacht zal overvallen. Zij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Zij moeten strijden tegen bovennatuurlijke krachten, maar zijn verzekerd van bovennatuurlijke hulp. En dankjewel. En dat is eigenlijk het strijdplan, wordt ons niet achtergehouden. We zijn niet soldaten in een leger die niet weten waar we heen gaan. Nee. Ik heb net zelf gelezen dat Jezus zelf ons de aard en het plan van de strijd laat zien. Ja, ja, en dat is toch echt wel een voorrecht. We hebben ook, ja, we worden wel waardig geschat door de Heer in de zin van dat Hij het met ons wil delen. Ja. We zijn niet als slaven of zo. Nee, zeker nog, het is juist vrijheid die we hebben daar eigenlijk om te dienen. En daarom wil God ook wil iets anders van ons. Hij wil dat we een bewuste keuze maken. En als je een soldaat bent in een leger en je wordt ingeluisterd eigenlijk om te gaan dienen, en je gaat opeens een hele moeilijke oorlog tegen een vijand waarvan je niet had verwacht dat hij zo sterk zou zijn, dan voel je je eigenlijk dan voel je je bedrogen. Yeah. En dat is het mooie, wat ze net hebben gelezen. Hij wil dat ze eerst de kosten berekenen, zodat de vijand er niet overwacht zou overvallen. En God verlangt van ons eerst dat we bewust zijn van welke voorwaarden en van welke verwachtingen Hij heeft tegenover ons, voordat we een keuze voor Hem maken. Ja. En daarom hebben we ook Bijbelstudie voordat mensen gedoopt worden. Zodat ze weten wat er van hen verwacht wordt, wat mm-hmm. Gods wens voor hen is. En dat ze, dus dat Satan ze nooit kan overvallen met iets wat ze niet wisten. Nee. En dan zeggen ze, ja maar zie je wel. Ja, klopt. En dan de andere kant. We hebben ook de zekerheid van de belofte die we mogen weten. Dat we deze strijd niet alleen hoeven te voeren. Mm-hmm. Maar goed, het is niet, de strijd bestaat niet alleen uit God. Er is ook nog een tegenpartij. Ja. En wat is nou het wapen van Satan? Nou ja, hij heeft natuurlijk ook zijn eigen strijdplan. Hè? Want hij voert die oorlog ook heel bewust. En dat doet hij dan door ons eigenlijk voor te liegen. Door ons dingen te laten denken die er niet zijn. Ja, hij wordt ook niet voor niks de leugenaar en de vader van de leugen genoemd. Ja. En bedrog. Ja, dat is echt zijn... Dat is zijn... zijn wapen. Precies. Maar wat is Satans doel voor ons? Nou, eigenlijk is het zijn doel dat we allemaal zoals hem eindigen. Precies. Dat we gewoon... Dat we niet naar de hemel gaan, dat we de eeuwige dood zullen hebben. En ook het liefst nog dat we hier op aarde ook nog lijden dan daarin.
Ja, en nou, dat klinkt natuurlijk, als iedereen dat zou weten, dan zou niemand voor hem kiezen. Nee. Dus kan Satan met open visie strijden? Kan hij zeggen tegen iedereen, nou, dit is mijn plan voor jou. Nou, als je nou voor mij kiest, dan heb je misschien nu wel even tijdelijk genot. Maar er wacht wel een eeuwige dood voor je. En die is gegarandeerd. Ja, dat werkt niet. Nee, dat werkt niet Nee, zo. dat werkt gewoon niet. Nee, dat weet hij ook. Hij is slim genoeg. Hij weet dat hij heeft zijn plannen en hij past dat ook per persoon aan. Dus ja. Satan heeft, dat is een mooie vergelijking vind ik zelf altijd, Satan heeft een buffet. Kijk, want iedereen heeft namelijk andere smaken, zoals je zelf al zegt. De een vindt zoetigheid lekker, de ander vindt hartigheid lekker. En Satan weet dat iedereen eigenlijk iets anders wil. En hij heeft een buffet waar je het kan kiezen. En als je iets anders wil, ga je gang. Zolang je maar niet van de maaltijd van God eet. Dat is wat Satan namelijk niet wil. En daarvoor is Satan, je zei het net al, is de vader van de leugen. Als Satan de waarheid zou verkondigen zoals hij is, dan zou hij geen schijn van kans hebben. Hij kan die strijd niet winnen als hij met een open vizier strijdt. Hij moet wel liegen en bedriegen. En zo heeft hij ook de val van de mens veroorzaakt. Door Gods woorden te verdraaien. En het gevaarlijkste is natuurlijk dat Satan een deel van de waarheid vertelt vaak. En de ander dan wegdraait. Dat is het gevaarlijke, ja. Maar goed, hoe kunnen we nou daartegen worden beschermd tegen die leugens? Ja, dat kan alleen als we veel bidden, maar ook waakzaam zijn voor die leugens. Kijk, we weten dat hij het probeert. We weten dat hij oorlog voert tegen ons. En daardoor kunnen we waakzaam zijn. En staat ook in Colossense, houd sterk aan in gebed. En wees daarin waakzaam met dankzegging. Dus aanhouden in gebed, continu, gedurende de dag. Want het is de hele dag door kom je voor beslissingen te staan of keuzes te maken. Ga ik meeroddelen op het werk of doe ik het niet? Hoe moet ik dat dan niet doen? Moet ik me dan echt naar een andere ruimte gaan lopen? Of moet ik er wat van zeggen? Je bent de hele dag ben je bezig met dat soort dingetjes. En als je er de hele tijd in je hoofd voor blijft bidden, dan kun je daarin veranderen. En kun je er waakzaam voor zijn. Ja, Maar als je het niet beseft, ja. precies. En het is natuurlijk heel belangrijk dat we inderdaad bewust zijn van de gevaren van onze eigen zwakheden waar we zelf voor staan. En dat we inderdaad bewust voor kiezen om die te veranderen. Ja. Maar als we geborgen zijn in Jezus, dan kan natuurlijk niet zoveel gebeuren als Nee. we in Jezus zijn. Dus wat probeert Satan om te doen? Ja, die probeert ons echt weg te trekken bij Jezus. Hij probeert, stel je wil naar Jezus toe lopen, als je het zo figuurlijk zou zeggen, dan gooit hij allemaal dingen op de weg, zodat je er gewoon niet komt. Ja. Of hij roept je van, kijk, daar is toch veel leuker. En je wordt weer afgeleid en oh, je bent weer op de weg terug aan het gaan waar je vandaan kwam. Dus hij zal er alles voor doen om te zorgen dat je niet bij Jezus terechtkomt. Want inderdaad, hij weet dat zodra we in Jezus' armen zijn, kan niemand ons meer wat maken. Precies. En als we dat zijn, zegt de opmerking, hij beseft wel dat hij de nederlaag zal lijden als hij met een open vizier zou strijden. Daarom probeert hij de strijders van het kruis uit hun sterke vestiging te lokken. Terwijl hij met zijn leger in de hinderlaag wacht en klaar staat om iedereen die zich op zijn terrein waagt te vernietigen. We zijn alleen veilig wanneer wij in alle nederigheid ons vertrouwen in God stellen en al zijn geboden gehoorzamen. Dat is wat Satan probeert. Satan probeert door list en bedrog ons het idee te geven dat we beter af zijn als we niet bij God zijn. Dat Satan probeert door list en bedrog mensen wijs te maken dat de wet je een slaaf maakt. Wat precies andersom is. Het is de wet die ons vrijmaakt. En door gehoorzaamheid aan God hoeven we geen slaven van de zonde te zijn. Dus in welke aanmoediging gaf de apostel Paulus ook al zijn kinderen, ook al zijn de kinderen van God speciale doelen van Satan? Waarom? Kijk, we hebben dus we weten dat hoe sterker ons geloof wordt, hoe meer problemen er op je weg komen eigenlijk. Maar die problemen die worden wel aangepast op wat we aankunnen. God laat het niet toe dat we verzocht worden boven wat we aankunnen. Dus Precies. als jij nog moet groeien in je geloof, dan zal je andere verzoekingen op je pad krijgen als iemand die al helemaal, van wie bijvoorbeeld een sterker geloof heeft of al wat verder is op die weg. En als we dan verzocht worden, dan zal God ook de oplossing geven of de Precies. uitkomst. Dus daar hoeven we ook niet zelf uit te komen. En dat is het mooie, want er is een verschil tussen een beproeving en een verzoeking. Een beproeving is bedoeld, en die komt van God, is bedoeld om ons karakter te versterken.
En de verzoeking komt van Satan en die is juist bedoeld om ons te vernietigen. Ja. Maar tegelijkertijd staat God dus niet toe dat we een verleiding krijgen, of een verzoeking, waar de noodzakelijke consequentie is dat we zullen vallen. Mm-hmm. Dat staat God gewoonweg niet toe. Nee. En het mooie is dus dat we dus ook de garantie hebben dat welke verleiding we ook maar zullen ervaren, dat we de zekerheid hebben dat we niet hoeven te zondigen. Nee. Het enige, wat moeten we dan doen om te voorkomen dat we dus niet zondigen? Als Satan het idee geeft dat we verloren zullen gaan, dat we moeten zondigen, dat we niet anders kunnen, dat we gewoonweg zo zijn, wat is de enige uitweg? Ja, de enige uitweg is bij Jezus, is door gebed, door in hem te blijven. Want ja. Hij zegt ook, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Hij verlaat ons niet. Wij zijn degene die van hem weggaan. Precies. En het is, we moeten eigenlijk elke dag voorbidden dat we dicht bij de Heer blijven. Want dan kunnen we dus die dingen van ons afslaan. Die verleidingen, die verzoekingen. En dan kunnen we er zelf beter uit worden. Er is een heel mooi citaat in Review and Herald van 3 mei 1862, waarin Sister White beschrijft dat als we overkomen, als het lijkt alsof Satan allemaal duistere wolken om ons heen slaat, op het moment dat Satan dan beseft dat wij voor Jezus willen kiezen, dan komt hij pas echt in actie. Ja. En Sister White beschrijft dat we nergens voor bang hoeven te zijn, want Jezus die stuurt zijn machtigste engelen. Ja. Die stuurt de machtigste engelen uit de hemel om ons te komen te redden. Dus wees niet bang, want Jezus heeft voor u een hele, hele dure prijs betaald. En u bent kostbaar in zijn ogen. En hij wil niet zomaar dat u verloren gaat. Wat moeten we verder doen om de verantwoordelijkheid te dragen die we hebben? Ja, wat we daarvoor nodig hebben ook is dat we wijsheid krijgen van God. Dat we het onderscheidingsvermogen krijgen, zodat we ook kunnen zien wat goed en fout is. En dat we goede keuzes kunnen maken. Ja. We kunnen niet zomaar een soort van neutraal of nonchalant het werk voor de Heer doen. Want het is Gods plan, God heeft het plan bedacht. Maar wij hebben ook verantwoordelijkheid in dat plan. En dat moeten we wel serieus nemen. Ja. Je mag niet een soort van achterover gaan hangen en de anderen doen het wel. We moeten ook niet zomaar op goed geluk het zomaar gaan doen. Want ik zie wel waar het schip strandt. Nee. We moeten God echt vragen om wijsheid en een scherpe geest. Ja. Om de juiste beslissing te kunnen maken. En je kan het in zekere zin vergelijken met een schaakspel. Waarbij je moet nadenken over wat je gaat doen. En het bijzondere is dat moeten we die zelf onze eigen stappen uitwerken? Nee, ja, dat plan van het schaakspel, dat heeft God eigenlijk al gemaakt. Dus alle stappen die gezet moeten worden om schaakmat te krijgen, om dus de overwinning te behalen, die zijn al helemaal uitgeschreven en die kunnen we aangereikt krijgen. Precies. Als we dat willen. We kunnen natuurlijk ook zelf die stappen gaan zetten in ons leven, maar dat kan nooit beter zijn dan het plan dat God heeft. Dus ja, het is beter als we ons aan het plan houden. En dat is het precies. We hebben dus wel zwaar bijzet en een scherpe geest nodig om dit werk verder te zetten, om de goede keuze te kunnen maken. Maar het belangrijkste is inderdaad dat we die wijsheid gebruiken om te onderscheiden wat God van ons verlangt. Ja. Zodat we zijn plan voor ons kunnen uitvoeren. Want God heeft inderdaad al alle stappen voor ons uitgewerkt hoe we de overwinning kunnen behalen. Hoe we Satans schaakmat kunnen krijgen. We kunnen er zelf voor kiezen om zelf de stappen te doen die wij willen en te zien waar het schip strandt. Maar het is zoveel mooier dat we de zekerheid hebben die God in ons geeft, dat als we zijn plan voor ons volgen, dat er een bepaalde, dat er altijd hetzelfde eindpunt is en dat is het eeuwige leven. Ja. Dus wat is dan de sleutel tot succes voor elke soldaat? Nou, de sleutel is eigenlijk niet alleen horen, maar ook doen. En om dat te kunnen moet je blindelings vertrouwen hebben op dat plan. Je moet echt vertrouwen dat dat plan het beste is. En ook al lijkt het dan soms niet zo, als je midden in de strijd zit. Hè, want dat is er. Elke dag hebben we strijd. En dan kan je bijna niet denken van, ik moet nu rustig blijven. Ik moet nu geduldig blijven. En dat is dan soms heel moeilijk. Want eigenlijk jouw plan is om gewoon hartstikke boos te worden op diegene. En eens even flink de waarheid te vertellen.
En om te zeggen, ik hoef jou nooit meer te zien, bijvoorbeeld. En dan is het heel moeilijk om te denken, nee, het plan is rustig blijven, diegene vergeven, voor diegene bidden. En daar moet je echt op vertrouwen dat dat ook echt het beste is. Precies. Dat is, we staan eigenlijk voor een keuze. We horen, we weten de waarheid, we horen die aan. En hebben we een keuze, doe ik het vervolgens of doe ik het niet? En als je succes wil hebben in je geestelijk leven, dan kun je natuurlijk wel naar duizenden preken gaan luisteren. Alle boeken lezen die er zijn over de Bijbel. Je kan alles wel weten. Maar als je vervolgens niks doet, nee, dan kom je nergens. Nee. Onze werken zijn namelijk een uiting van ons geloof. En als onze werken niet goed zijn, dan schort er dus iets meer aan het geloof. Ja, en als we het dan doen, hè, wat we horen, dan moet dat wel allemaal uit liefde zijn. Precies. En dat zou dan ook de drijfveer moeten zijn. Want dat is hoe wij onze liefde aan God kunnen laten zien. Door zijn geboden te volgen. Want hij laat zijn liefde aan ons op allerlei verschillende manieren zien. Ik bedoel, dat wij hier zitten, dat we leven, dat we ademen. De dieren, de natuur, alles. Dat is zijn liefde voor ons. En dat kunnen we nooit evenaren. Wij kunnen nooit zoveel... Wij kunnen dat niet. En nee, het enige wat wij kunnen is hem gehoorzamen en hem vertrouwen. Best. En dat, hij verwacht ook helemaal niet meer van ons. Hij verwacht gewoon dat we hem gehoorzamen. En van hem houden. Dat is inderdaad wat God van ons verwacht. En je hebt het al een stukje aangehaald uit 1 Johannes 5. Maar Jezus zegt het ook zelf in Johannes 14 vers 15. Zegt Jezus, als je van mij houdt, houden mijn geboden. Ja. Het is inderdaad de manier waarop wij onze liefde tegenover God kunnen laten zien. Ja. En die geboden houden in dat we liefde hebben voor onze naasten. En liefde hebben voor God, tegenover God. En dat we die, als we die geboden houden, als we deze wet van vrijheid, zoals Jacobus het noemt. Als we die wet van vrijheid volgen en navolgen. Dan laten we het eigenlijk tegenover God zien dat we van hem houden. Dat hij bijvoorbeeld op de eerste plek staat. Want die wet verlangt namelijk van ons dat we onszelf wegcijferen. Mm-hmm. Zodat God groter wordt. Ja. Maar kunnen die wet dan uit onszelf zomaar volgen? Kunnen we dat zelf doen? Nee, dat kan niet. Nee, dat kan absoluut niet. Daar hebben we ook de Heer bij nodig. Maar ook om het verlangen te krijgen om het goede te doen. Ja. Want het is... Het voelt veel, veel fijner om soms slechte dingen te doen. Het voelt dan soms niet eens als slecht. Het voelt gewoon als van, nou, ik heb daar nu zin in, dus ik ga dat doen. En dan ben je even blij en dan voelt het gewoon allemaal leuk. En dus om dat verlangen te krijgen om daarmee te stoppen, dat is natuurlijk al moeilijk. Maar ook om dan het verlangen te krijgen om het goede te doen. Dus niet om je tijd aan jezelf te besteden wat leuk en goed lijkt. Maar je tijd te besteden aan het werk voor de Heer of aan je medemens helpen. Of andere dingen waarvan je nu denkt, ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Dat kan je niet uit jezelf. Het is inderdaad het probleem. Bij mensen in ieder geval doen graag dingen op eigen kracht. Ja. We willen er trots op zijn dat we iets hebben overwonnen. Iemand die wil stoppen met roken, die probeert het over het algemeen op eigen kracht. Zodat hij trots op zichzelf kan zijn als het lukt. Maar wat God eigenlijk tot ons zegt is, wees standvastig, maar niet in jouw kracht, maar in mijn kracht. Ja. Wees je ervan bewust dat je uit jezelf niks kan. Dat is wat Jezus ook zegt. Jezus zegt, ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Zonder mij kan je niets. Mm-hmm. En als we dat besef hebben, dan kunnen we alles overleggen aan God. En dat klinkt misschien makkelijk, maar dat is het helemaal niet. Nee. Want het betekent namelijk dat we de controle weggeven. En dat we volledig vertrouwen op God. Maar dan gebeuren dingen in ons leven. Ja. En dan kunnen we alles overwinnen. Mensen die moeite hebben bijvoorbeeld met te veel eten. Mensen die moeite hebben met drank, drugs, roddelen, kan het zijn. Of dat je moeite hebt op het werk dat je heel erg grote afkeer hebt tegenover iemand. Dat je moeite hebt om die persoon lief te hebben. Het zijn allemaal dingen die we wel proberen op eigen kracht. Of ja, juist helemaal niet. Maar die ons niet lukken. Nee. Die kunnen alleen maar door God kunnen. Ja. Maar zijn we dan in die strijd alleen? We gaan naar de vijfde vraag. Zijn we alleen in die strijd? Wat kunnen we dan zien met onze ogen van het geloof? Nou, dat is... daar hebben we natuurlijk het mooie voorbeeld van profeet Elisa toen hij de vurige strijdwagen zag. Nou, dat hebben wij ook. Wij hebben het hele hemelse leger staat ons bij. Dus dat is echt... Dat is het leger waar je eigenlijk bij wil horen. Precies. Als je weet wat voor krachten en machten daarin zijn. En
Het is wat in de opmerking ook staat. En meer dan engelen zijn in hun gelederen. De Heilige Geest, de vertegenwoordiger van de gezaghebber van de Heren der Heerscharen, komt naar beneden om de strijd te leiden. Dus het is, ja, het is echt een geweldig groot leger. En die is er altijd voor ons en met ons. Ja, hoe mooi is dat inderdaad. Het is niet alleen, Jezus stuurt niet alleen zijn machtigste en sterkste engelen om de machten van Satan te doorbreken als we ons overgeven aan hem. Maar sterker nog, de Heilige Geest is hier op aarde om voor ons de strijd te leiden. Als vertegenwoordiger van Jezus. Ja. De derde persoon van de Godheid zelf zijn met ons. Ja. En met zoveel sterke bondgenoten, dan kan een leger wel heel groot zijn. Want Satans leger is groter dan Gods leger. In aantallen. Maar in kracht, hij heeft de strijd verloren. Ja. En dat is ook die zekerheid die we hebben, is dat er zijn continu engelen, engelen van het licht zijn continu bezig in de strijd met de engelen van Satan. Mm-hmm. Het gaat, maar de strijd gaat om ons. Ja. De strijd over wat er gebeurt met deze aarde, die is al beslecht. Wat er gebeurt met de mensheid, is ook al beslecht. Er zal een deel zijn dat gered wordt en een deel die eeuwig dood zullen sterven. De enige strijd die nog plaatsvindt gaat om de aantallen. Die moeten nog verdeeld worden eigenlijk. Ja. En de strijd gaat eigenlijk in wezen om ons. Mm-hmm. En we hebben een keuze. Maar om naar vraag 6 te gaan. Kan je een keuze maken voor God als je nooit er over bent verteld? Nee, je kan niet ergens in gaan geloven wat je niet eens weet. Of waar je nog nooit van gehoord hebt. Of... Nee, je moet het wel ergens een keer gehoord hebben of gelezen. En dat betekent dat die verantwoordelijkheid ligt bij degene die de informatie heeft. Die het evangelie dus heeft, waar het hier om gaat. Dus aan ons de verantwoordelijkheid om dat te delen met iedereen. Want anders, ja, God kan het iemand die echt nog nooit over Jezus heeft gehoord, kan het diegene niet kwalijk nemen. En, maar ons wel. Want stel, ik heb een collega op het werk die niet gelovig is en er eigenlijk niets van weet. En ik heb hem al die tijd nooit verteld over Jezus, nooit erover verteld. Dan is het wel mijn verantwoordelijkheid dus eigenlijk. En als die ziel de mogelijkheid had gehad om gered te worden, als jij die persoon had verteld. Ja. Dan houdt God het rekenschap, houdt hij aan ons. Ja. In Ezekiel 33 staat in vers 6. Wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen, en hij blaast niet met de bazuin, zodat het volk niet is gewaarschuwd, en het zwaard komt en neemt de ziel uit hem weg, die is wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed zal ik van de hand van de wachter eisen. Ja. Het is heel concreet. Wij zijn de wachters op de muur. Mm-hmm. Wij weten wat Satan doet. We hebben deze kennis en wijsheid. Ja. We weten wat hij van plan is, waar het heen gaat. We weten wat er gebeurt met de mensen die Jezus niet aannemen als hun verlosser. We moeten de mensen waarschuwen. Mm-hmm. En als we dat niet doen, als we dat nalaten, dan zal God het bloed van die mensen van ons eisen. Ja. En zo is het verspreiden van het evangelie. Is niet alleen het werken voor de zaligheid van andere mensen, maar het is ook het werken voor de zaligheid van jezelf. En wat moeten we dan dus doen? We moeten die dwalingen van Satan moeten we dus bestrijden. Ja. Ja. En we moeten ook een duidelijk standpunt daarin nemen. Ja. En dat kunnen we doen door veel te lezen en te bidden. Om die wijsheid ook weer. Want dan ben je ook niet onzeker. Want dan weet je gewoon dan weet je wat er staat. Dan kan je dat ook goed vertellen aan de mensen. Want je moet het met een zekere stem moet je de bekrachtigende boodschap vertellen. En je kan het ook zien als... Ja, het is gewoon een kwestie van leven en dood. Letterlijk. Want daar gaat het allemaal om. Het is, je kan iemand... je kan iemands leven eigenlijk proberen helpen te redden door hem het evangelie te brengen, die hij dan wel of niet kan aannemen natuurlijk, maar hij krijgt in ieder geval de kans. Precies. En het is net zoals bijvoorbeeld als er een tsunami komt en jij weet dat, want je hebt bepaalde informatie gekregen of je werkt bij zo'n weerstation en je gaat het gewoon tegen niemand vertellen. Je pakt gewoon spullen en je gaat naar een berg ergens waar je er geen last van hebt, terwijl je dat weet. Ja, wij weten ook hoe het gaat eindigen allemaal. Wij weten dat er heel veel mensen zullen sterven en dat het steeds erger zal worden op aarde. Dus waarom gaan wij dan ook niet dat zo waarschuwen en hoe ernstig eigenlijk de situatie is? Ja, als,
Als ik zou weten dat er nu iemand, dat ik iemands leven nu kon redden door bijvoorbeeld iemand ligt onder een auto en die heeft reanimatie nodig. En ik heb in die macht om die persoon te reanimeren. Zeg maar, ik ben bij macht om dat nu te gaan doen en nu te gaan komen. Dat zou ik natuurlijk doen. Ja. Dat zou denk ik iedereen wel doen als iemand in staat is om iemands leven te redden. Ja. Dan zijn we, voelen we ons moreel toe verplicht. Maar hoeveel groter is die plicht dan als het niet gaat alleen om het aards leven, maar om het eeuwige leven? Ja. En wij zijn bij macht om dit woord te verspreiden. Mm-hmm. Wij hebben de waarheid. En door God kunnen we dat doen. Ja. En hoe zullen we dan, om te naar de laatste vraag, vraag 7 te gaan, hoe zullen we het zwaard van de Heilige Geest, Gods woord, gebruiken om zielen te redden in plaats van te verliezen? En om getuige te zijn van hetzelfde resultaat als met Pinksteren. Ja, wij moeten eigenlijk mensen onderwijzen. We moeten dat op. Ja, er wordt hier eigenlijk heel concreet gezegd hoe we dat dan moeten doen. Bijvoorbeeld in 2 Timotheus. Een dienstknecht van de Heer moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen. Bekwaam om te onderwijzen en iemand die de kwade kan verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen. Ja. Dus dat ligt dan ook, het is de verantwoordelijkheid dat we de boodschap vertellen, maar er wordt hier ook nog even verteld hoe we dat dan moeten doen, op wat voor manier. En dit is ook weer vriendelijk, geduldig, zachtmoedig, nou dat zijn ook weer vruchten des geestes en die kan je ook niet uit jezelf. Ja. Dus we hebben zelfs Gods hulp nodig om het werk voor hem te doen. Dat is helemaal waar. En kunnen we dat werk dan doen als we bezig zijn met onszelf, als we bezig zijn met onze eigen ego of als we op onze eigen strepen gaan staan? Als we dus, zoals Timotheus schrijft, nou iemand, als je een heel groot ego hebt, dan heb je vaak dat je botst. Ja, want je gaat afwijzingen krijgen als jij het vertelt. Er zijn mensen die gewoon zeggen nee of ga weg, ik hoef je onzin niet te horen of dat soort dingen. Ja, wat doe je dan? Laat je jezelf kennen of blijf je liefdevol, vergevingsgezind? Want dan kan je dus wel getuigen, hè? Want je hebt net al die woorden gesproken. Maar als diegene dan ziet dat jij gewoon met een goed karakter daar dat ondergaat, dat is ook een getuigenis. Precies. We moeten dus bereid zijn om onszelf weg te cijferen en God eigenlijk door ons te laten werken. En als we dan een gewillig instrument zijn in zijn handen, dan kan God pas echt goed werk met ons doen. Ja. Dus we moeten niet bezig zijn om ons geloof te verspreiden, om mijn geloof te verspreiden. En als mensen dat niet willen aanvaarden, om dan boos te worden. Mm-hmm. Maar we moeten de boodschap van Jezus brengen. Ja. En mensen in staat zijn om zelf een keuze te maken. En als mensen dat niet willen, misschien, schrijft Paulus, misschien geeft God ze nog een keer bekering. Ja. Als ze dat zelf willen. Maar waar moeten we dan verder gaan en niet ontmoedigd raken? Nee. En dat is het eigenlijk. Het is een samenwerkingsverband eigenlijk waarin we zijn. Met God. We werken samen met hem. En dat is hoe God het heeft ontworpen. Hij kiest er niet zelf voor om zijn engelen de boodschap te laten verbrengen. Hij kiest er niet voor om hetzelfde doen, wat hij ook zou kunnen doen. Hij kiest ervoor om door ons te werken en het zelf verder te laten groeien. Ik lees een stuk uit de laatste zin uit de opmerking. Stel de Heer in de gelegenheid te werken door zijn eigen instrumenten. Verbeeld u niet dat het mogelijk zal zijn plannen voor de toekomst uit te stippelen. Erken dat God te alle tijden en onder alle omstandigheden aan het roer staat. Hij zal werken door de middelen die juist geschikt zijn. En zal zijn eigen volk bewaren, vermeerderen en opbouwen. Het is ons werk niet, het is Gods werk. Ja. Had je nog iets uit verdere studie wat je wilde aanhalen? Aansluitend op wat je net zei, dat we dat in samenwerking doen. Ja. Dat staat ook in die verdere studie. Hij bereikt zijn doelstelling door menselijke werktuigen. Dus dat bewijst weer even die samenwerking. We hebben elkaar nodig daarin. Amen. En verder staat er ook, wanneer uw eigen ik sterft, wanneer u zich overgeeft aan God om zijn werk te doen, om het licht dat hij u gegeven heeft verder te laten schijnen in goede werken, zult u niet alleen arbeiden. Dus er zitten gewoon nog voorwaarden aan om samen te werken. En dat heb je ook, als je samenwerkt gewoon met mensen, dan heb je ook bepaalde voorwaarden van, nou, we houden ons aan de afspraken, iedereen draagt een steentje bij.
Je komt niet te laat of wat dan ook. Je maakt bepaalde afspraken en daar heb je ook je verantwoordelijkheid in. En anders, laat maar zitten, dan zoeken we wel iemand anders om mee samen te werken. En dat heeft God ook. Hij geeft ons de mogelijkheid om met hem samen te werken, zodat wij gered worden. Dus ja, het is dan het beste als we ons aan de voorwaarden houden eigenlijk voor die samenwerking. En wat ook staat nog verderop, maar God zal niet uw werk doen. Nee. Ja, dus het is best wel mooi dat we zoveel verantwoordelijkheid krijgen, maar ook, het is ook wel, we moeten ook wel beseffen dat het wel heel serieus is. Ja. Dat is het precies. En daar gaat het uiteindelijk om. Het is een keuze van leven en dood. Ja. En als u die keuze al heeft gemaakt, voor God of nog niet, als u die keuze nog niet heeft gemaakt, dan nodig ik u van harte uit om die vandaag nog te maken. Maar als u die keuze al wel heeft gemaakt, verspreid het dan voort. Jezus heeft ons een taak gegeven, een opdracht, vlak voor zijn hemelvaart. We moeten heen gaan, alle volken onderwijzen en dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leren hen alles te onderhouden. Maar dan hebben we ook een belofte, en dat is ook de zegen die ik voor u heb, dat Hij met ons zal zijn tot de eindvolleiding van de wereld. God zegen.